Hey beste kijkers, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag ga laten zien is hoe je deze Valiant Ecotec Plus, hoe je die gaat instellen. Deze ketel staat ingesteld op 24 kW en volgens mij uit mijn hoofd is de onderwaarde 6 kW, maar dat gaan we straks zien. En die gaan we dus instellen op het laagst vermogen. Nou, we gaan dus eerst CV aanvoertemperatuur instellen. Dan druk je rechtsboven op het knopje. Dan zie je dus 80 graden. Met de min ga je naar 75. Oké. Dan gaan we naar voren. Ga je naar tapwater. Met de min of de plus kan je verhogen of verlagen. 60 graden, oké. Dan zie je hier het icoontje staan voor tapwater comfort. Die staat dus comfort uit. Die kan je dus aanzetten of uitzetten. Oké, bevestigen. Vorige. Dan gaan we naar het volgende menu. Dan druk je deze twee knopjes, de bovenste, allebei tegelijkertijd in. Zie je waterdruk? 1,4. Slaan we deze even over. Dan gaan we naar installateursniveau. Selectie. Moet je code invoeren en dat is in dit geval 17. Druk je OK. Dan ga je naar diagnose menu. Dan krijg je dus alle parameters, maar ik laat alleen de belangrijkste zien. Dat is D000, dat is CV-deellast. Die staat dus op 24 kW. Die gaan we verlagen. Nou, de onderwaarde is zelfs 5 kW. Dus we beginnen gewoon bij 5 kW. Blijft het te lang koud in huis, dan zet je hem naar 6 kW. Is het nog te koud, dan zet je hem naar 7 kW. Net zolang totdat je het dus zelf comfortabel warm vindt. Druk je op OK. Dan ga je naar D001. Pomp na looptijd. Die zet ik op 3 minuten. Want de ketel hangt boven. En het is wel fijn als die nog even zijn warmte de radiator in pompt. Dus 3 minuten is goed. Voor de rest kom je nergens aan. Soms is D14 nog wel belangrijk. Dat is dus pomptoerental, maximaal pomptoerental. Die kan je dus verlagen naar maximaal 53% of auto. Ik zet hem op 53. En als je dan naar D15 gaat, dan zie je dus de werkelijke waarde van de pomptoerental. Dus nu staat hij uit. Dus straks gaan we even kijken wat de pomp doet. Dus nu zie je dat D14 staat op 53%. En de werkelijke waarde staat dus ook op 53%. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Even een duim omhoog en dan zie je mij de volgende keer.